En dan mag je je rechterbeen over je linker plaatsen. Met je linkerarm maak je een wijde boog en omhels je je knie stevig. Terwijl je twist en kijk over je schouder naar achter. De hand die je achter steunt, leun je niet echt op, maar die beweeg je zo in de vloer zodat je zelf kan strekken. Dan draai je alleen je hoofd naar voren. Met je hand die voor is, kun je je voet vastpakken bij je kleine teen. En duw hem maar zachtjes daarin. Terwijl je je rechterarm uitstrekt naar achter en weer meekijkt. Voel je dat je been kan strekken. Tegelijkertijd voel je dat je daar een beetje aan kan hangen. En jezelf nog wat meer kan liften. Dan buig je je beide benen. Omhels je ze van onder. En strek je beide benen zo ver mogelijk naar voren. En laat je hoofd maar hangen. Je rechterarm open je in de twist en kijk er maar naar. Deze houding werkt heel goed voor je mobiliteit. Probeer hier nog een keer goed in te ademen. En met je uitademing duik je erin. Wellicht zoals Marco met je armen nog om je benen heen. Of zoals mij waarin je hier helemaal kan voorover buigen. Inademend, voel je omhoog. Wisselen. Linkerbeen. Omhels. Lift je hier je hart. Kijk je speels weg over je schouder. Yeah, it's always okay. Draai je hoofd naar voren. Pak je voet maar vast aan de buitenkant. Mooi, bij het sterke gedeelte van je voet in het midden. En je hoeft je been niet te strekken. Kijk maar of je lengte kan creëren van hand naar hand. Schouders laag. Let's go home. Omhels je benen maar. Mooi, van onderaf. En het contact met je buik en je benen werkt heel ontspannend. Minder heftig voor je hamstrings. Tegelijkertijd kunnen we hier dan mooi strekken met je linkerarm omhoog. Rijd maar omhoog, let ook op je hoofd, neem hem mee. Maak je mooi inademen. En duik maar in, adem uit. Link is je eigen optie. Dichterbij kan bewegen, maar dan laat je al die spanning los en dan op je uitademing laat je hoofd helemaal hangen. Kruip als het ware in je eigen schild. Zachte adem.